superleuk. Waar kan ik dan anders heen? Dit is wel gewoon leuk en veel hulp krijg ik en ik leer hier heel veel. Wanneer je gaat shoppen bij meubelzaak Kruid en Kramer aan het Hoendiep, kan je daar vanaf nu ook een kijkje nemen in de werkplaats van Cosus. Bij Cosus werken mensen met een beperking. Dit weekend staat in het teken van een feestelijke opening. De organisatie is verhuisd en nu zitten alle afdelingen samen. Zoals een krantcafé, een winkel, een houtwerkplaats, een bakkerij en een kunstatelier. Voorheen waren de afdelingen verdeeld over verschillende plekken in de stad. Cosus is een stichting die mensen met een verstandelijke of psychiatrische problematiek dagbesteding en wonen biedt, beschermd wonen. In verschillende manieren, verschillende locaties in de stad, in de provincie Groningen en Drenthe. Cliënten vinden het allemaal erg leuk, spannend en zijn vooral heel blij om hun nieuwe plek, onze nieuwe locatie te laten zien. Ik doe de horeca en ik loop hier de bediening. 3 keer in de week. Het mooie is voor onze groep, onze doelgroep, is dat ze participeren in de maatschappij. Dus ze zijn een deel van, we zitten vast aan een woonboulevard. Waarbij ze dus eigenlijk gewoon in de maatschappij kunnen functioneren. We bieden ze een veilige plek om hun dag te kunnen vullen. Vanwege diverse redenen moesten ze hun oude locatie verlaten. Toen is er gekeken naar nieuwe locaties en vanuit de participatie is er ook in de omgeving gekeken. Dus onder andere hier in gesprekken met de eigenaar die ons een warm hart toedraagt in de samenwerking en de mensen in de maatschappij te brengen, is er uiteindelijk een samenwerking gevonden en hebben we kunnen inhuizen in dit pand. Mijn droom is dat ik een betere bediening word. Dat ik in de bediening, net als gewone mensen met veel borden en snel en netjes, dat ik de beste word die iemand ooit kan bedienen.